En omdat het de Noren mee vooraan zitten, we zien daar inderdaad Jordi Korsjes, we zien daar Sander Tienes, die zich een beetje hebben losgewerkt van Adriaan van Ville Wouters. En dan die hele bende van 37, die voorbij komt en die hebben al de eerste dame, ja de hulp, oh, la, 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 la. Die gaat er een eentje van doorgeven hier, nu al links dat is passeren. De tweede dame zagen ook Marte Taars. En met 6 van erin, Maxim de Starke. We gaan eens kijken wat dat allemaal doet in dat tussenklassement na 3 wedstrijden. Is het Jade Hulve die daar 3 op de lijn weet te scoren. En dan weet Ik heb nog een rotje fiets. Mooi hoor. Kom aan,
Dutke te zitten. Maar nog drie ronden voor Jordi Korsjes. De man van het DCM Cycling Team uit Boslaar. En dan krijgen we Sander Thielens, die toch een paar mee. Hier komen de nummers 3, 4 en 5 op 3 ronden van het einde met Jelle Wouters aan mij. En hier van achter Kasper Rijntier uit Hogerheide. Vervolgens krijgen we Mike Steenbergen, met zijn met de Milan Steens. En dan eens kijken of dat we daar richting de tenue van Jade Hilve dadelijk zien verschijnen. Die wit-blauw-zwarte tenue. Op dit ogenblik nog niet. De Jorne van Oud. Die gaat de laatste drie ronden. Daar krijgen we Jade Hilve. Nu op het asfalt komen. De leidster in haar categorie bij de Girls U11. Drie ronden van het einde. En het hele deelnemersveld met de drie nummertjes 1, Landers Molders van het Bike Vision KTM Team. Sam Geijfels van het Biking Team uit Herentals, Safonsje uit Noorderwijk. De tweede dame, Marten Duims uit Meerhout. Dat is nummer 2 bij de dames. Dan krijgen we hier de nummer 3. Dat is Maxime de Starke. Met het nummer 601 is dat. Hier krijgen we alvast Milan Kristal, die dat ook op 3 rondes van komt. Daar lijkt daar toch wel een silhouet inderdaad van een dame. Dat is de nummer 4, Joris Nas. Op 3 ronden van het einde aangesloten bij het Ravels VZW BMX Team. Iets minder lente weer, maar we hebben een goede week. Daar staat de moed 3 ronden. En dan Lise Bloks. Lise Bloks. Uit Arendonk, Arendonk afkomstig en wetenswaardig getuigd. Grosso rallyser openingsfase van hun derde maatje van de kidsserie. Hier in kleine promo met onder meer hier Matthijs Verbeek. Weer om de klok van 17 uur van de te weten komen. Goed jongens, goed, goed, goed. Lex Vrijen op rem voor 3 ronden. En dan gaan we stuks aan naar... Voor Rob.
Kastelein, de leder van Lander. En dan een triotje, de dieren van de top, Kasper en Tien. En dan eens kijken waar Roos Jada zit. Leidster bij de dames. Zij is ondertussen top van twee ronden. Het steltje hier op een rij. Hier misschien wel verwezen de tien kleine broken. Die hier gestationeerd zijn. Gaat in bak. En dan een strijd tussen twee dames. Dus op maat staat aan de kracht in de stakker. Twee ronden van het einde. De Battle of the Girls is hier volop aan het wegbaten. Hier in de kleine broken. De strijd voor de plaatsen 2 en 3. Op het scherp van de steden. Twee ronden voor zijn geidels. Maar wat een strijd dat tussen beide mooie genoren. Tussen Marten Dams en Maxime de Stangelonen in deze wedstrijd. Dus blijven gas geven, jongens. Blijven alles geven. En vroeg of laat werden dat zijn vroeg dat komen van ook. Ook op die ronde. Twee. Een volgende ronde. Dat is Loren Sas. Loren Sas, de tweede in het regelmatige criterium bij de dames. Kom aan, Zalver. Kom aan, hè. Nee, we gaan, hè. Kom op, hè. Ja, kapitein. Ja, natuurlijk.
stoppen. Maar normaal gezien moet er nu als de voetballen gaan. Voor Leo Kaspers uit zijn opklapbeek. En Matthijs Verbeek, de nummer 2, Zander Tielis, ook op weg in zijn laatste ronde. Nog één rondje, vermoedt hij een rol aan het spelen. Ook dat is mountainbike. Alle andere renners die hier over de streep komen. Nog één rondje, rond en de techno. Dat goed. Aan de rijders die nu voorbij komen. De mannen die daar onderling gaan strijden om een dichtere ereplaats. Joren van Alt, Jelle en Wolters zit er ook voorbij. Ja, de Loris op Benji de Kullaar. Laatste ronde. Hier. Kom aan, Maarten. De meerdere moet herkennen. Eén Maxime. De laatste Maar ja, Schener, het ziet er van heel lekker soep uit. Dus dan worden we wel vroeg aan de mensen om de club te ondersteunen met een warmte. Om de club te ondersteunen met een warmtasje soep. En hier krijgen we de winnaar ondertussen Jordi Korsus. De soep en hier krijgen we de winnaar ondertussen Jordi Korsus. Hier mag op de hoogste schavotje gaan staan. Dadelijk op ons gericht, de klok van kwart naar 1. Het volgende voor de 10, 9, de uurlopen. En we lezen ook een oproep naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor het podium om dit in gereedheid te brengen. Einde van de wedstrijd. Voor het podium om dit in gereedheid te brengen. Einde van de wedstrijd voor alle deelnemers die nu over de streep komen. En dadelijk het podium kwart naar 1. Maar wij wachten op de winnaar is Berdaans en de wedstrijd voor de Los Rios de la Partes. New Wave Express. En hier krijgen we de nummer 2 verdienstelijk oproep. En hier krijgen we de nummer 2 verdienstelijk oproep. Tweede plaats inderdaad in het Zander. Thank you.
Elisabeth Lus de Schotter. En wat een trend op hoog op de top, wel afsteken. Einde van de wedstrijd, ook voor de top, wel afsteken. Aangesloten bij Lau Gillet. Langs Brabant. Als Hilaris normaal gezien hier over de streep te komen bij de dames. Maar hier een verdienste kapot voor Mike Steenbergen. Proficiat Mike voor het einde van de wedstrijd. En dat vindt eveneens ook voor Gore Leo Kaspers. Op de streep te komen bij de dames. Maar hier een verdienste kapot voor Mike Steenbergen. En dat vindt eveneens ook voor Gore Leo Kaspers. En dan een sprintje dat wordt gewonnen door Kasper en Diesele voor Joren van Hout en Milan Stier. En dan een sprintje dat wordt gewonnen door Kasper en Diesele. Voor Joren van Hout en Milan Spies, die hebben nog een rondje gevochten. En deze box, bij de naam is ook En de renner uit Kaas. Maar het is het zwart. Kaas, cycling team uit Griep. Alles op elkaar voor vier op een rij. Voor de winnares bij de dames. Ja, de vier op een rij. Voor de winnares bij de dames. Ja, de Hilvee. Maar er zijn nog ook hollers. En er is ook nog topjaarse groep. Front to for two. De tweede dame hier, Maxi, die voorop blijven hoor. Die ogen die glunderden. Lea Boven, we gaan Rietje houden, houden, houden. Dat is inderdaad koud, dus houden van hoppelen bij Pieper Janen. Ik ga het oproepen aan de renners van de U9-series om gelieve naar het podium van het Reeds en de 10 jaren. De volgende reeks wil daartoe van meegeven. En er is ook nog koffie en andere warme drankjes. Met no shopping. De tweede dame hier, Maxime de Starke. Liam Hoeven, houten, 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 Liam Hoeven. Het is inderdaad koud, is houten, van 105 jaren. En dan krijgen we hier de markt altijd, ja, de gelieve naar het podium te komen, af te zakken naar het podium. Ik ga de wil daartoe van meegeven, dat is al starten, omstreeks kwart. Top velsteken van Lau Gillet, Brabant Valley. Nummer 2, de renner, nu dat is aangesloten bij Team Sieper, Sander Tielens. Ik zal deze wederkant in aanvullen.
natuurlijk ook hier winnaar, renner van het DCM Cycling Team op Borslaan naar de deur. Een applaus voor Jordi Borsus. Het publiek willen vragen om de handen even op elkaar te zetten voor een straks op ons bestaan uit Tom, Sander en Jordi. En dan gaan we ook ineens hierover tot de overhandiging van de Leiderstra bij Meurs. En dan heeft hij ook die prachtige Leiderstra op zich, Jordi Korsus. En dan gaan we gewoon verder. We gaan nog even wachten totdat het podium geschikt is. En dan dadelijk, wanneer dat een volledige podium is, gaan we natuurlijk ook de dames. Oké, mannen, naar hier kijken. De fotografen kunnen hun fietsen laten afgaan en we danken, jij eindigt, Martin, dames. Martin, dames, aangesloten bij onze grote BMX uit Dessel. Op nummer 2, na een hevige strijd op die plaats, Maxim Verstappen. En dan op dit ogenblik in bloedvorm voor haar vier op het rij. Van OMC Mountainbike Club uit Opvoederen komt ze. De winnaar is vandaag Jane Hilve. Hallo voor haar natuurlijk een medaille, een geschenk van Boemus. En nog iets in de rechterpiet door, maar ik weet nog niet wat dat is. En een applaus van het publiek. Natuurlijk zijn er 1 van 3 meisjes en daar zijn we natuurlijk blij. Die mag op. Oké. Elisabeth mag erbij op. Over de volledige breedte van dit prachtige podium ons aangeboden door de firma No Drugs. En een applaus van deze stralende dames. Maar